In deze video een gigantische theorie naar de mol. Rosario begint wel heel erg verdacht te worden. En kunnen we nu eigenlijk bijna iedereen afstrepen? Hey alle, ik ben Tim en ik bespreek elke week de hints en theorieën met jullie door. En in deze video de extra hints van aflevering 5. Goed, we beginnen eerst even met een paar hints en theorieën. En hier is een samenvatting van Rosario. Allereerst krijgt Rosario natuurlijk door de telefoon heen het woordje vogelverschrikker. En wat is een synoniem van vogelverschrikker? Namelijk mollik. Zegt Rosario hiermee mol ik. Verder valt het Bram en Nicole op dat Dennis Wening, de oud-mol uit 2008, een liedje neuriet. Dat liedje is Mockingbird Hill. En het woordje bird kan je leiden naar vogel of in dit geval mus. En het woordje heel kan je leiden naar een berg of een soort dijk. En dan krijg je uiteindelijk Musdijk, oftewel Mussendijk. En dat is de achternaam van Rosario. Dan heeft de mollenvanger mij nog een theorie gestuurd. We zien namelijk in de piata-opdracht een piata ronddraaien met daarop het woord dubbel. Dubbelmol is een tweevoudige verlaging van een muziektoon. En dat kan dus betekenen twee mollen achter elkaar. Oftewel twee mollen met elkaar aan de telefoon. En een versterking van deze hint is het opeenvolgende shot na het belletje van Rosario met het aanraken en doorzoeken van de piñatas. Erg verdacht natuurlijk en Rosario is sowieso al heel erg verdacht in deze aflevering. Zo valt het ook nog eens op dat Babs natuurlijk in de eerste opdracht als ze duo's moeten maken gelijk naar Rosario kijkt. Van goh, ik wil met jou in een duo, want ik wil jou in de gaten houden. Heeft Babs dus meer informatie en betekent dat dus dat Babs heel graag Rosario in de gaten wil houden, omdat ze weet dat Rosario de mol is. Dan krijg ik nog een hint opgestuurd van Ingrid via Instagram. Hoi Tim, ik heb een hint voor je. Het gaat om Soar. Als je het geld van Mexico bekijkt, dan staat Frida Kahlo op een biljet. Maar ook Soar Juana vertegenwoordigt een briefje. Als je deze twee googelt, dan worden ze vaak in één adem genoemd. Soar betekent zus, maar staat ook weer als zut, zuster. En dit kan natuurlijk ook weer mooi gelinkt worden aan de vrouwelijke beelden die in de afleveringen worden getoond. Superleuk natuurlijk, in aflevering 1 zagen we ook al een paar beelden met vrouwen erin. Ondertussen zien we ook nog schilderijen, natuurlijk van Frida Kahlo, logisch. Maar dit kan heel mooi leiden naar zuster, oftewel Soar. Het is wel echt heel bizar dat er heel veel hints en theorieën naar Soar zijn in deze ene aflevering. Wil jij meer hints en theorieën? Kijk dan vooral op mijn Instagram, @tim_, waar ik nog meer shorts en posts deel. Tot slot nog een hint van Calder en Siem in hun grote mollenshow. En dat gaat om de kleuren van de tafeltjes met de kistjes. Zij zeggen namelijk dat wat de kandidaat kiest op zijn of haar tafeltje van de lievelingskleur, krijgt diegene dat dan ook. Dus een kandidaat die loopt naar zijn lievelingskleur en op zijn lievelingskleurtafeltje, daar ligt dan hetgeen wat de kandidaat heeft gezegd tegen Rick. Dus dat is een theorie dat op elk lievelingskleur van de bijpassende kandidaat hetgeen ligt waar de kandidaat voor had gekozen. Nou weten we dat Rosario en Tooske hun lievelingskleur hebben gezegd in de aflevering. En Rosario ging naar het paarse tafeltje doen en pakte daar een envelop van zijn lievelingskleur af. En dat was uiteindelijk min 3000 euro. Dit kan natuurlijk heel goed slaan naar Rosario als mol. Want stel, Rick heeft daadwerkelijk op elk lievelingskleur van de kandidaat hetgeen gelegd wat ze het liefst willen. Dan wil de mol natuurlijk min 3000 euro. Dus de mol pakt dan van zijn eigen tafeltje af. En daarom, om deze even te versterken, Tooske die pakte van haar lievelingskleur van het tafeltje de envelop af en daar zaten 3 jokers in. En wat had Tooske aangegeven bij Rick? 3 jokers. En dat is dus ook heel mooi. Dit zou een potentiële goede theorie kunnen zijn naar Rosario. Dan even een foutje van de productie, dat lijkt het tenminste. Een vraag in de test stelt namelijk wie is de favoriete mol van de mol? En daarin is die van Rian niet te zien, namelijk Jeroen Kijk in de vechten. Het is ook al eerder een keer gebeurd, dus zou het heel makkelijk kunnen zijn dat Rian gewoon niet de mol is. En dat de productie eigenlijk gewoon Rian haar antwoord zijn vergeten. Of het is natuurlijk geknipt uit een aflevering in de toekomst. Dat zou ook heel goed kunnen. Maar dan zouden we dus ook al kunnen voorspellen dat Rian eruit gaat. Dus mocht je op Rian zitten, zou ik je punten even anders inzetten. Dan nu een hele lange theorie, waardoor ik ook weer mijn theorieën telefoon erbij pak. Molloot Jan Broekhuizen
heeft een hele dag gezeten aan een hele grote theorie over de derde opdracht. Jan heeft namelijk uitgerekend hoe in de opdracht met de tafeltjes de zon schijnt. Hij heeft eerst bepaald wat het noorden en zuiden is. Daarna heeft hij via de kaart bepaald hoe de opdracht liep. Daarna heeft hij bij elke kandidaat bepaald hoe de zon schijnt. En dan komt er de volgende volgorde uit qua wanneer elke kandidaat geweest is. Dus in welke volgorde. Want dat is best wel belangrijk bij Wie is de Mol, want meestal gaat de mol als laatst. Zodat de mol natuurlijk weet, dit hebben de andere kandidaten gepakt. Moet ik mollen of kan ik gewoon een envelop met nul pakken of met jokers? Daarin valt het volgende op. Allereerst ging Tooske, gevolgd door Fons, dan Babs, Rian, Rosario en tot slot Anna, Jeroen en Kees. Wat hierin opvalt is dat Tooske de allereerste is. Als mol wil je niet als eerst. Het spijt me, maar als mol wil je niet als eerst. Dus ik hoop niet dat er nu heel veel tunnels aan het instorten zijn. Maar als mol ga je niet als eerst. Lijkt mij. Je gaat niet als mol eerst naar die tafeltjes toe om te zeggen, god, dit kies ik, dus dan jokers. Het slaat helemaal nergens op. Dat is dom. Dat kan niet als mol zijn eigenlijk. En ik denk dat je als mol zeker wel wil weten in deze opdracht waar de min 3000 euro ligt. Maar ja, ga je dat risico aan als mol? En dan kom ik op de allerlaatste die geweest is en dat is Kees. Als Kees de Mol is, heeft hij dit seizoen niet heel veel risico genomen. Hij doet zich vooral voor als de domme kandidaat. Hij helpt een beetje Jeroen hier en daar. Hij heeft een goede bromance met Jeroen. En ja, je hebt gezien dat Jeroen is afgevallen. En aangezien Kees en Jeroen natuurlijk zo'n bromance hadden, kan je er misschien wel op uitgaan dat Jeroen sowieso niet op Kees heeft ingevuld. En dat hij er daardoor misschien ook wel uit ligt. Niet dat dat over deze theorie gaat, maar was ook even belangrijk om te vermelden. Maar wat ik denk in deze opdracht is dat de mol echt als laatste is geweest. En dan kom ik eigenlijk op Anna, Jeroen of Kees uit als potentiële verdachte. Nou is Jeroen afgevallen, dus heb je Anna en Kees nog over. Mocht jij trouwens kans willen maken op deze zwarte vrijstelling, abonneer dan voor de 3500 abonnees. En wie weet word jij dan wel de winnaar van deze zwarte vrijstelling. Dan hebben we nog een leuke hint naar Tooske van Mollenjagers. Hij zegt namelijk, Tooske komt uit Bloemendaal en er zijn best wel veel bloemen te zien in dit seizoen. In aflevering 1 tijdens de opdracht, allemaal mensen met bloemen. Heb je nog een paar andere situaties zoals deze aflevering, op de koets zaten ook heel veel bloemen. Dat kan allemaal leiden naar Bloemendaal, waar Tooske natuurlijk woont. Leuk gevonden. Goed, ik hoop dat jullie deze wat speciale, achtige, bijzondere video leuk vonden. Mochten jullie hier iets aan hebben gehad, laat het weten in de reacties. Mochten jullie het heel irritant hebben gevonden, deze video, laat het ook vooral weten in de reacties. Maar voor de rest, bedankt in ieder geval voor het kijken. Laten we er nog een mooi seizoen van maken met z'n allen. En dan zie ik jullie hopelijk aanstaande zondagochtend weer om 8 uur met de hints en theorieën van aflevering 6. Laters.